Winnie en ik hebben persoonlijk allebei een andere voorkeur, maar Radar Love is wel het nummer waar ze groot mee zijn geworden. Dus ja, dat moest dat nummer zijn. Dat kent iedereen het beste van de Iering. Het noodgedwongen einde van de Golden Earring wilde café-eigenaar Yvonne van der Geest niet ongemerkt voorbij laten gaan. Met haar broer en zus bedacht ze een eerbetoon aan de band op de verjaardag van de ernstig zieke zanger en gitarist George Kooijmans. Donderdag gaan wij vanaf 12 uur live muziek draaien van de Earring hier buiten. En vanaf een uur of vijf gaan wij de opmaat maken naar het moment dat Radar Love massaal aan moet. Dus we gaan eerst proosten met een glas Johnnie Walker whisky. En daarna gaan we aankondigen dat we het eerbetoon aan de band gaan brengen. En gaat Radar Love in de live uitvoering gedraaid worden hier bij het café. Vader Jan van der Geest had een bijzonder contact met de band. Ja, dat was meer dan alleen fan. Het was een soort van vriendschap. Hij kende de jongens goed en hij werd ook door de band bij dingen betrokken. En ze hebben hier in de jaren 70 ook gerepeteerd. En dan was mijn vader dag en nacht aanwezig om uitsmijters te bakken voor de band. Dus dat was een vriendschap. Ja. Nou, mijn vader ging altijd naar de Iering toe met een koffertje. Gevuld met oude backstage pasjes en een nieuwe fles Johnnie Walker Red Label. En daar ging hij altijd mee op stap als hij naar de Iering ging. En de crew en de band wist dat ook. Wisten altijd dat ze bij mijn vader een drankje konden halen. En op deze manier vinden we dat mijn vader ook aanwezig is bij het eerbetoon. De familie heeft geen contact gezocht met de Golden Earring. Nee, niet met de band zelf. Die hebben het, denken wij, veel te druk om zich druk te maken over de familie van de Geest uit Zoeterwoude. We hebben wel even contact gezocht met Rob Gerritsen, de manager van de band, om te vragen of die het goed vond wat wij gingen doen. En dat vindt hij, dus dan was het oké wat ons betreft. De Zoeterwoudse actie is inmiddels ook in de rest van Nederland opgepakt. Ja, dat is super gaaf. Dat hoopten we, want een eerbetoon wordt alleen maar mooier als het groot wordt gedeeld. En dat gebeurt nu. Het gaat naar radiostations, op televisiestations. Er zijn heel veel stadskarreljons die het gaan doen. Er zijn in Den Haag heel veel initiatieven. In Brussel gaat men meedoen, in de woonplaats van Sjors. Rijke Vorsel gaan men meedoen. En er zijn ook al twee radiostations op Curaçao die aanhaken. Dus ja, heel breed gedragen, superleuk. Joelle en Evelien werken bij de lunchroom die nu nog alleen takeaways en zijn er wel klaar mee. Ik ben het spuugzat. Ja, ik kan nu niet zoveel doen en ik zie heel weinig mensen en ik kan nu niet met mensen afspreken, terwijl ik dat wel heel fijn vind. Ik vind het gewoon jammer dat we gewoon niet kunnen winkelen of met meer mensen af kunnen spreken. En ook gewoon dat mensen 's avonds vroeger weer weg moeten. Netjes hoor. Kok Damaro Kalkman begeleidt de werknemers met koken en merkt ook dat de rek eruit gaat. Ze zijn vaker alleen geweest natuurlijk, of ze maken zich zorgen natuurlijk over het stukje vaccineren of corona zelf of een familie die ziek is. Je merkt ook, ja, ze zitten ook wat meer met zichzelf in de knoop natuurlijk, want ze kunnen hun ei uiteindelijk nog moeilijker kwijt soms. Ik merk het aan mezelf wel dat ik gewoon wat meer geïrriteerd en chagrijnig word daardoor. Voor mij voelt het net alsof er, of er leegte is. Leegte hier zo en overal eigenlijk. Dat je gewoon niks voelt. Zo voelt het voor mij. Eenzaamheid. Met koken voor de woongroep van zorginstelling Chemiva, waar Seidhof bij hoort. Het geven van lessen. Als je kijkt naar de cliënten hier, voor ons is dat pittig. Laat staan voor hun, om het ook goed te beseffen, te begrijpen en daarna te handelen. Voor de medewerkers, het is zorg. Dus op het moment dat er een lockdown is, dan gaat iedereen in de extra werkstand en gaan. En je merkt nu, omdat er een tweede lockdown is, dat je op een gegeven moment merkt dat mensen gewoon de energie moeten blijven vasthouden en pakken. En dat wordt verrekt lastig. Zijn we er klaar voor? Ja! Nog een keer? Ja! Sinds kort is er weer wat te doen voor de jeugd in de Leidse buitenwijken.
Haar sportschool is dicht en dus besloot Anna Razouli zelf wat te gaan organiseren voor jongeren tot 13 jaar. Ik kon niet blijven zitten en bij de laatste persconferentie van Rutte dacht ik, oeh, wij horen er niet bij. Maar dat gaan we nu echt gewoon nog meer uit de kast halen. En door hier op het sportveld met allemaal kinderen uit de wijk te gaan sporten. Wat vindt u ervan dat ze dit organiseren? Ja, erg leuk. En zeker voor de kinderen in deze tijd is het natuurlijk heel leuk. Ja, want ze kunnen niks, hè? Nee, ze kunnen heel weinig. Ja, ik kan ook weinig, maar voor mij is het minder erg. Voor de kinderen is het wel heel vervelend. Dus vandaar dat het nou heel leuk is, hè? Het liefst zou Anna ook sportactiviteiten voor pubers vanaf 14 jaar organiseren. Wilt de ene groep wilt alleen maar voetballen, dan ga je met dat groepje voetballen. Maar niet iedereen wil voetbal. Wil het andere groepje misschien kickboksen, bied het aan. Maar we hebben wel steun nodig van heel veel verschillende partijen. We moeten het echt samen doen. Voor steun hoopt ze op de gemeente Leiden, want andere organisaties die zich met jongeren zouden moeten bezighouden, laten zich niet zien in de wijken. Ik zie ze niet. En ik heb ze de afgelopen weken ook niet gezien. De wijkagent is blij met het initiatief van Anna, want hij ziet de overlast van jongeren toenemen in de wijken. Nou, er zijn gewoon al wat nare incidenten geweest. En ik kan er inhoudelijk nog niet echt veel over kwijt, omdat het allemaal nog in onderzoek is. Maar het feit is wel dat uit verveling ontstaan gewoon heel veel vervelende dingen. Dus je merkt dat het voor de jongeren het ook heel moeilijk wordt nu? Ja, die jongeren hebben gewoon weinig structuur en weinig om handen. En dan krijg je vanzelf de rottigheid. Maar hier in de Stevenshof bleef het gelukkig nog lang gezellig. Je prettig voelen in deze tijd is denk ik wel een hele goede manier van zijn. En daar worden we gezond van. Ja, dan zijn we samen gezond in Zoeterwoude. Met de andere ondernemers achter Samen Gezond Zoeterwoude organiseert Pieter Nel van der Poel op zaterdag 20 maart een zwerfafval opruimdag in Zoeterwoude. Je kan je opgeven bij welkom@samengezondzoeterwoude.nl. Dan kan je opgeven van welke straat je wil doen of welk gebied. Of je een grijper hebt. Heel belangrijk om te weten. Ik bedoel, we hebben wel een aantal grijpers, maar we kunnen denk ik niet iedereen voorzien van een grijper. En je e-mailadres, want een week ervoor, een paar dagen ervoor, krijg je nog wat meer informatie over. Ja, het moet allemaal wel veilig gebeuren. Je kan je opgeven alleen of met z'n tweeën. Maar er zijn natuurlijk ook nog coronamaatregelen waar we rekening mee moeten houden. Er is geen begin- of eindtijd, maar het liefst in de ochtend van die zaterdag. Zodat we 's middags alle alle zakken hebben verzameld met het zwerfafval. Die kunnen we dan weer hier achter bij de gemeentewerf inleveren, bij de restafval. En dan hebben we eventjes een moment gehad dat Zoeterwoude schoon is. Wethouder Ton de Gans ondersteunt de actie. Uiteraard, sowieso vinden we de doelstelling van belang. We geven ook wat knijpertjes om op de dag te gebruiken. Nou, daarnaast vinden we sowieso natuurlijk de doelstelling van belang om met elkaar Zoeterwoude ook schoon en daarmee duurzaam te hebben. Zwerfafval, dat wil je eigenlijk gewoon niet met elkaar. Want als ik het goed heb, ligt een peukje ligt geloof ik 1 jaar of 12 voordat het echt vergaan is. Nou, plastic, dat raak je helemaal nooit meer kwijt. Nou, dat moet je gewoon niet willen met elkaar. En tegelijkertijd is het natuurlijk ook om samen op zo'n dag aan de slag te gaan, ook nog lekker even bewegen. Dus ook in dat opzicht is het mooi om aan de slag te zijn. Zelf zal de wethouder de 20e ook van de partij zijn. Ik ga 20 maart zeker ook een steentje bijdragen. Ingrid de Visser is onderzoeker bij het CHDR, het Leidse instituut waar medicijnen worden uitgetest met proefpersonen. Zij hielp mee met het onderzoek naar het Janssen-vaccin. Een vaccin is eigenlijk niks anders dan een klein stukje lichaamsvreemd materiaal wat ingebracht wordt waar het lichaam op reageert. Met een afweerreactie. Dus de volgende keer als je het echte virus tegenkomt, word je daar niet ziek van. Dat is een vaccin. Het Janssen-vaccin gebruikt, net zoals het vaccin van AstraZeneca, een onschuldig virus als hulpmiddel. Dit vaccin komt binnen door gebruik te maken van een onschadelijk virus, waar je niet ziek van wordt. Adenovirus heet dat. En dat is zo bewerkt dat daar een stukje genetisch materiaal van het S-eiwit in zit van het virus. En het S-eiwit is eigenlijk dat stekeltje. En door gebruik te maken van dat virus komt dat stekeltje komt binnen. En daar maak je immuuncellen tegen, dus dan krijg je afweer.
Het grote voordeel van het Leidse vaccin is dat het in de koelkast goed blijft en dat je er maar één prik van nodig hebt. Dat hebben ze goed onderzocht. Er is voldoende bescherming bij het Janssen-vaccin na één prik. Met dit vaccin blijkt de kans op ziekte na een coronabesmetting met zo'n 70% te dalen. Maar de kans op ernstige ziekte wordt nog veel meer verlaagd. Uiteindelijk doen ze het allemaal heel goed. Zodra ze door de EMA zijn goedgekeurd, dan zijn ze kwalitatief goed, ze zijn effectief en ze zijn veilig. En beschermen ze geloof ik allemaal meer dan 90% tegen matige tot ernstige ziekte. Ja, wat natuurlijk fantastisch is. De goedkeuring van het vaccin is toch wel een klein Leidsfeestje. De basis van het vaccin is hier in Leiden gelegd door Lex van der Epp. En het is echt een Leidsfeestje omdat dat vaccin is verder ontwikkeld door Janssen Pharmaceutica, dus een Leidse farmaceut. En dat wij onze bijdrage mogen leveren door mee te doen aan het klinische onderzoek samen met LUMC. Ja, dat is wel een leuk Leidsfeestje, ja. Vandaag is George Kooijmans jarig, de gitarist van Golden Earrings. Zo heet ze in het begin. Golden Earring heette ze nu. Ja, eigenlijk heten in de verleden tijd, want de band is eigenlijk gestopt nu George Kooijmans zelf ernstig ziek is en niet meer in staat is om mee te spelen bij concerten. Daarom een landelijk eerbetoon. Voor hem en voor de Golden Earring. En ook in Zoeterwoude, het café De Meester, wat een bijzondere band heeft met Kooijmans en de Golden Earring. En in Zoeterwoude is Robert Beursen namens Sleutelstad. Welkom. Welkom, ja, dankjewel. Jij ook welkom bij Café De Meester in Zoeterwoude. Hier is het allemaal begonnen, hè? Toen bekend werd dat George Kooijmans ernstig ziek is, dacht de familie van de Geest, wij willen iets doen. We willen een eerbetoon aan de Golden Earring, want die kunnen niet zomaar stoppen. Want dat was het besluit van de band, hè? Als George niet meer mee kan doen, dan houden we op. En toen hebben ze bedacht om op de verjaardag van George Kooijmans iets bijzonders te doen. Om 16:45, want dan zit iedereen in de auto of is hij net thuis uit zijn werk. Of gestopt met werken, want we werken tegenwoordig allemaal thuis. En dan kan je mooi de radio aanzetten, muziek draaien en een plaatje opzetten. En dat is landelijk opgepakt inderdaad. Er zijn kerken die het op het carillon spelen. Er zijn bands die speciaal liedjes gaan spelen van de Golden Earring. Heel veel radiostations doen mee en hier is het allemaal begonnen. En hier gaan we dus straks ook Radar Love, want daar hebben we het over opzetten. De grote hit van de Golden Earring en dan wel in de live uitvoering van 11 minuten. En omdat er niet iedereen erbij kan zijn vanwege corona, hebben we besloten om het dan via Sleutelstad te streamen. En dan kan iedereen het op tv of via internet toch volgen. Ja, je zegt het is begonnen in Zoeterwoude, Café De Meester. Dus daar hebben ze toch een bijzondere band mee. Ja, dat klopt. De vader van Guus en Winnie en Yvonne, die is er helaas niet meer. Maar die had al in de jaren 70 een bijzondere band met de band. Ze hebben hier ook in de ruimte hierachter geoefend, gerepeteerd in de jaren 70. En ze hebben hier ook een aantal keer opgetreden. En wat misschien ook wel leuk is, ze hebben in de jaren 80 een fanclubdag georganiseerd. En dat was zo'n groot succes dat het veel drukker was dan dat ze hadden gedacht. En de band die was aanwezig op de fanclubdag. Dat was ook al bijzonder, want eigenlijk hielden ze helemaal niet van dat soort dingen. Maar die zijn toen op het dak van het gebouw hier achter mij geklommen. Wel op het lage gedeelte, niet wat je achter me ziet, want dat is wel heel hoog. En vanaf het dak hebben ze toen handtekeningen uitgedeeld. Dat is allemaal hier gebeurd. Bijzonder allemaal. Landelijk dus. Je zei het al, hè? Carillons, radiostations, ze gaan allemaal Radar Love spelen. Over een paar minuutjes, hè? 16:45. En hier gaat een speciale versie worden gespeeld, geloof ik. Ja, bij de meester, ik gaf het net al aan, hè, die willen ze graag de live versie laten horen. Die duurt wel heel lang, maar voor één keer moet dat gewoon kunnen. Op eerbetoon nog één keer genieten van Radar Love, hoe het live klonk. En die gaan we hier straks op LP starten.
Maar voor het zover is, kunnen we even overschakelen naar de familie van de Geest. Want ik noemde ze net al, ze staan klaar. En hun vader die had altijd een koffertje bij zich als hij naar optredens ging van de Golden Earring. En in dat koffertje zaten backstage pasjes. Vaak ook oude backstage pasjes die helemaal niet voor dat optreden waren. Maar ze kenden hem, dus dat was geen probleem. En ook een fles whisky. En om toch ook een beetje stil te staan bij hun vader, die zo'n grote fan was van de Earring en altijd naar de optredens ging en ze hier liet repeteren en dan voor ze zorgde, een hapje en een drankje, wordt er eerst getoast. En een van de zussen die zal ook iets zeggen nog. En we gaan nu even overschakelen naar Winnie van de Geest. En jij kan misschien uitleggen waarom er getoast gaat worden. Het is een eerbetoon op Golden Earring en in het bijzonder Sjors Kooijmans. Er wordt dus getoast door de mensen die het niet op de radio, of wel niet op de tv zien, maar op de radio. Met het nemen van een slok whisky denken ze toch nog even terug aan hun vader, die altijd naar die optredens ging, maar ook naar de Golden Earring, die natuurlijk dankzij die actie van hun vader onlosmakelijk verbonden is aan de whisky. Het is bijna 4:15, nog denk ik een halve minuut. Dan gaat Guus hier de LP opzetten. Hij heeft hem al klaarstaan en dan gaan we Radar Love live streamen vanaf Café de Meester in Zoeterwoude. En dan kan iedereen meeluisteren hoe de Golden Earring klonk. Ik moet zeggen, er zijn hier om de meester heen toch een aantal mensen... Die zich toch een beetje voorbij liepen en dachten, hey, hier is iets aan de hand. Maar zoals je kunt zien is het wel rustig gebleven. De meeste mensen zijn heel verstandig thuis aan het meekijken en meeluisteren. En dat moet je ook vooral doen. Mensen die het gemist hebben, die kunnen natuurlijk ook dit nog later terugkijken op Sleutelstad. En op Facebook, Niels uit Zoeterwoude, delen wij dit ook. En Studio Zoeterwoude, niet te vergeten. Het is zover. Ik schakel over naar Guus. En ik zou zeggen, Guus, start Radar Love maar in. We gaan elkaar vandaag beter leren kennen, ja, dat klopt. Jesper wandelde vandaag door de stad. Sam Broeren van de Mask organiseerde de tocht die studenten in coronatijd toch met elkaar in contact brengt. Ja, wij zijn van de commissie Mask. Zijn allemaal vertegenwoordigers van de grote vijf gezelligheidsstudentenverenigingen van Leiden. En het is eigenlijk ons doel om barrières tussen die verenigingen af te breken. Daarom leek het ons ook een mooi idee om mensen van verschillende verenigingen aan elkaar te matchen. Op onze site staat een link waarop je je kan opgeven. Ook op onze Instagram en op onze Facebook kan het allemaal opgezocht worden. En dan word je binnen de kortste keren gematcht aan iemand van een andere vereniging. Kan zo'n stucco-match wel in coronatijd? Ja, we drukken altijd alle deelnemers op het hart om goed afstand te houden. En wel gewoon de coronamaatregelen in acht te nemen. Ja, we hebben dus inmiddels al meer dan 60 aanmeldingen. En ook bijna 50 mensen kunnen matchen aan elkaar. Dus er is genoeg animo. Dus ik zou niet weten waarom je niet zou opgeven. David was op de gelegenheid gekleed. Ik hou heel erg van vrije lucht langs mijn benen. En als het regent hou ik niet van een lange natte broek. Ja, ik ben dit jaar bij een dispuut gegaan, dus dat is sowieso heel veel nieuwe mensen die ineens langskomen. Maar het is natuurlijk wel anders, omdat je niet echt fysiek met die mensen kan afspreken of zo. Maar ja, algemeen wel prima plek om mensen te ontmoeten, zeg maar. David werd gematcht aan Jesper. Leuk om een keer nieuwe mensen buiten mijn eigen dispuut en mijn eigen vereniging te spreken, dus ik vind het wel leuk. De mannen kenden elkaar voor de wandeling nog niet. Nee, ik ben gematcht, nog nooit gesproken. We hebben even kort contact gehad over hoe laat en waar en verder niet. Nee. Of ze elkaar na de wandeling nog een keer zien, zal blijken na afloop.